Daily Minutes nummer 1518 met een uitzending voor vandaag, 9 januari 2019. Is het bulletin van woensdag. Ik herhaal vandaag twee van de drie afbeeldingen van gisteren. De lange DRM van gisteren, die doe ik niet. Vandaag twee nieuwsberichten. De achterkant van de maan is altijd van de aarde afgericht. Nooit eerder landde er aan die kant van de maan een ruimtesonde. Met de Chinese Chang'e 4 gebeurde dat op 3 januari van dit jaar voor het eerst. Moeilijkheid bij de landing is dat een rechtstreekse radioverbinding naar de aarde dus niet mogelijk is. Om die reden lanceerde China op 21 mei 2018 een satelliet met een repeater erin, de Qiqiao als ik het goed zeg. Omdat ontvangst vanaf die satelliet in een baan op de maan niet bepaald gemakkelijk is, heeft de Chinese ruimtevaartorganisatie de hulp ingeroepen van, jawel, een zendamateur. Reinhard Kuhn, DK5LA in de deelstaat Schleswijk-Holstein, heeft een zeer krachtig EME-station en hij verstuurt daarmee geregeld datapakketten voor de Chinese ruimtevaartorganisatie naar hun satelliet in een baan op de maan. De Chinese ruimtevaartorganisatie kwam op het idee om Kuhn in te schakelen nadat deze op 2 juli 2017 de Zuid-Afrikaanse satelliet ZA Aerosat, die via de 2-meterband te bedienen was, zover wist te krijgen dat de satelliet zijn zonnepanelen uit zou vouwen, waarmee de satelliet dus gered werd. Deze redding was overigens een gezamenlijke actie van PR3-FXB bij Camras in Dwingelo met Reinhard Kuhn. De Duitse pers die raakt niet uitgepraat over de rol van een hobbyist die de Chinezen met hun maanmissie helpt. TV-zender Sat.1 had er al een reportage over, net als het blad Bild en andere uitingen van de media. Met ingang van dit jaar is er een nieuwe richtlijn in werking getreden voor wat betreft de strafmaat voor etenpiraten. De richtlijn geeft de straffen aan voor verschillende vormen van piraterij. Ik weet niet of de richtlijn een verzwaring is ten opzichte van de oude, maar de informatie geeft wel een goed beeld van wat een betrapte piraat nu kan verwachten. In deze richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen een vijftal basisvormen, categorieën zeg maar, van soorten piraterij die er zijn. Kan sprake zijn van een overtreding of van een misdrijf. En is dat slechts een overtreding, dan kan van de genoemde straffen in de richtlijn naar beneden worden afgeweken. Ik ga er als dat lukt in vogelvlucht doorheen door die categorieën. De eerste basisvorm gaat uit van een omroeppiraat op frequenties tussen 87,5 en 108 MHz. Tussen 2 en 30 MHz, tussen 551 kHz en 1602 kHz. Tussen 174 MHz en 230 MHz, dat is DAB+. En 1452 en 1479,5 MHz. Ik dacht dat dat ook voor DAB+ was. En dat gaat dan om gebruik van radioomroep zonder vergunning. Er is een straf voor een lichte variant van piraterij. Dan gaat het met name om individuele personen die piraten. Bij de verzwaarde variant gaat het om een uitzending die ofwel in groepsverband of met groot zendbereik of met belemmering van de opsporing of een combinatie daarvan plaatsvindt. De eerste keer krijgt iemand daarvoor een taakstraf van 100 uur. De tweede keer is dat ofwel een taakstraf van 150 uur of 10 weken gevangenisstraf. Na de tweede keer is het 200 uur of 14 weken. En in het laatste geval is die gevangenisstraf in zijn geheel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Bij de tweede variant, de zwaardere dus, gaat het om 120 uur de eerste keer, 180 uur de tweede keer. En dan kan ook 3 maanden gegeven worden. En na de tweede keer is het 240 uur en 4 maanden celstraf. En ook in dat geval is die gehele straf dan onvoorwaardelijk. Bij de tweede categorie gaat het om illegaal gebruik van niet-omroepfrequenties. Het gaat dan bijvoorbeeld om misbruik van amateurapparatuur, marifoons of andere apparatuur die wel legaal is, maar zonder vergunning moedwillig onjuist wordt gebruikt. De eerste keer is dat bij deze variant een geldstraf in de vorm van 500 euro boete. De tweede keer een geldboete van 750 euro of een taakstraf van... een geldboete van 750 euro of een taakstraf van 60 uur. En de keren daarna is het 80 uur taakstraf of 5 weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In de derde categorie zijn het de jammers waar het om gaat. In alle voorgaande categorieën gaat het overigens om zowel het gebruik als het bezit van de apparatuur. Er staat, en dat geldt ook voor deze categorie, staat het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en of het gebruik van radioapparaten. Het is overigens niet mogelijk om voor een jammer, in de richtlijn wordt ook gesproken van blokkeerzenders, een vergunning te krijgen. Een particulier die krijgt bij een jammer direct de eerste keer een taakstraf van 120 uur. De tweede keer is dat 180 uur of 3 maanden celstraf. Daarna is het 240 uur of 4 maanden onvoorwaardelijke celstraf. Een bedrijf met een jammer krijgt 2000 euro boete, de tweede keer 3000 euro en daarna... De keren daarna 4000. Hier gelden daarnaast nog andere zaken als er daadwerkelijk sprake was van storing. En als het apparaat gebruikt is om de opsporing bij een ander misdrijf te belemmeren, dan geldt dat ook als verzwarend.
De vierde categorie die betreft fabrikanten en importeurs die apparaten in omloop brengen, die niet aan de voorschriften voldoen, die apparaten dus. Hier gelden boetes afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Die variëren van €500 voor een eenmansbedrijf tot €3700 bij een bedrijf van 50 of meer werknemers in het geval van de eerste keer. Eenmanszaken kunnen bij herhaling ook een taakstraf of een gevangenisstraf krijgen. De maximale boete hier die een bedrijf kan krijgen is €7000. Bij de vijfde en de laatste categorie gaat het om apparaten die op zich legaal zouden zijn, maar die buiten de voorwaarden van die vrijstelling, die legale vrijstelling, vallen. Goed voorbeeld dat ons waarschijnlijk het meest aanspreekt is een 27MC apparaat dat buiten de legale kanalen kan werken of meer zendvermogen heeft dan is toegestaan. Het kan hierbij echter over om een heel scala aan apparaten gaan, bijvoorbeeld mobiele telefoons, modems, draadloze microfoons, babyfoons, apparaten met modelbesturing, afstandsbedieningen, etc. Hier is de boete de eerste keer €500, de tweede keer is dat €750 of 60 uur taakstraf en daarna is het 80 uur taakstraf of 5 weken onvoorwaardelijke celstraf. In alle gevallen geldt hier dat mensen afstand moeten doen van de apparatuur voor verbeurdverklaring en er kan bijvoorbeeld bij meerdere veroordelingen tegelijk sprake zijn dat er in dat geval geen taakstraf gegeven mag worden. In zo'n geval krijgt iemand automatisch een gevangenisstraf die ervoor staat. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
Na de uitzending ben ik weer QFV voor aanroepen op PI3XTV. En microfoon naar retour.